Ze krijgen het gratis en voor niets van een groep smeden uit Lunteren. Een kunstwerk voor het Openluchtmuseum in Arnhem, want dat bestaat 100 jaar. Met man en macht wordt er gewerkt aan het kunstwerk. Het eerste ontwerp voor het kunstwerk werd door het Openluchtmuseum afgewezen. Ja, het is jammer. Maar ja, je weet het van tevoren natuurlijk. Je wil natuurlijk wel iets moois afleveren waar mensen tevreden mee zijn. Maar nu gaat het helemaal goed komen met het definitieve kunstwerk voor het museum. Wie zijn ze daar tevreden mee? Ze hebben tot nu toe een goedkeuring gegeven. En als het er staat, ja, dan zitten ze er aan vast. Het kunstwerk komt uiteindelijk hier te staan. Pal voor het Openluchtmuseum. Moet wel mooi zijn natuurlijk. Ja, dat wordt het zeker. Hoe weet je dat? Die heeft nog niet gezien. Ja, we hebben ontwerpen gezien en dat ziet er heel erg goed uit. En zo moet het kunstwerk eruit komen te zien. Nou, het zit een heel grote bogen bij elkaar. Die ben je pad naar de entree van het museum toespitsen. Allemaal mensen die eigenlijk toestromen als entree naar het museum van jongens komt binnen. Vlak voor de lente moet het kunstwerk klaar zijn. Met een skelter de Alpe d'Huez op